Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video. Adventure Games zien jullie hier staan. Het gevang van 3x9 games, Triple 9 games, 999 games, uh, hoe je ze wil noemen. Toen ik het kocht, moet ik eerlijk zijn. dacht ik dat dit een uh, Escape Room was. Tenminste, het is van, uh, het is van 999 en uh, het liet me denken aan Exit. En ik denk, oh, misschien is het net als Exit een Escape Room spel. Maar dat is het niet. Dit is geen escape-op-spel. Het is wel een uh, supercool spel. Je kan het het beste vergelijken met een soort uh, point-and-click-adventure. Het is, is een spel, maar nee, ik ga het er gewoon bij pakken. Um, het is een verhaal. <laughs> het is echt een verhaal dat je speelt met uh, 1 tot 4 spelers. En. Er zitten regels bij. Die regels die, uh, zijn best wel lang. Alleen het grappige is... Uh, nou, best wel lang. Het viel eigenlijk ook wel mee. Het spel is onwijs makkelijk om te spelen. Het, 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 de, als je het eenmaal speelt, het is echt gewoon je tik, tik, tik. Je speelt gewoon heel makkelijk er lekker erdoorheen. Zonder na te denken van hoe oh, zat het ook alweer met de regels. Het is ook redelijk uh, vrij. Dit is namelijk het verhaal wat je krijgt. En als je het erin kijkt en je denkt van... Wow, wat is dit? Wat is dit veel tekst? Nou... Hoe het werkt is, even kijken, ja, is dit A. Je begint met een kamer, die leg je neer. En uh, ik ga niet andere kamers laten zien, ik laat je alleen de eerste kamer zien, want die is voor iedereen uh, beschikbaar. En naast dat je een kamer beschikt, moet je eigenlijk ook een poppetje kiezen. Ik zal even kijken of ik er makkelijker bij kan. Kan ik um, uh, eventjes hier kijken of ik. Uh, je hebt namelijk, oh, je moet ook een speler kiezen, maar ik weet niet of we die heel netjes hebben. Opgeborgen. En er zijn vier spelers. Ja, die zijn hier. En de vier spelers hebben allemaal een eigen. Uh, ja, speciale eigenschap. Zoals je hier kan zien. We hebben een, uh, de wijze. We hebben de krachtige. We hebben de bedachtzame en de waakzame. Nou ja, je je moet kiezen met wie je gaat spelen. En als je met z'n tweeën speelt, dan mag je. Dan kies je twee personen. Dan speel je met z'n vier dan kies je er vier. Er zijn speciale één persoonsregels. Uh, en het maakt in het spel uit wie je kiest. Nou. Hoe je het spel speelt, is uh, je pakt een poppetje en dan ga je bijvoorbeeld naar in deze kamer. En wat je moet doen, is je moet, je, je moet zeggen naar welke kamer je gaat. En uh, je moet dan een getal kiezen. Al deze getallen die vertellen iets over wat je daar ziet. En je krijgt eerst een beschrijving uit een boekje. Van nou, in deze kamer zie je een, uh, iemand aan de muur hangen. Je ziet een losse steen, je ziet een bed. En net als in een computerspel heb je dat. En dan kan je daarna kan je zeggen van, weet je wat? Weet je, weet je wat? Ik ga gewoon even een beetje inzoomen, want het is nu wel heel klein voor jullie kijken. Zo, nu maken we het even wat groter. Je kan dus uh, voor je dingen kiezen, zet je je poppetje ernaast, en dan is er nog een speler. Je begint toch allebei in deze kamer. En die uh, gaat ergens anders staan. En dan zeg je, weet je wat, ik ga uh, deze losse steen ga ik onderzoeken. En nou, wat je dan gaat doen. Dan ga je in dit boek ga je naar dat getal zoeken. Even kijken. En dan zoek je hier, dus ik ga hem niet voorlezen. Maar dan zie je hier dus allemaal. Uh, zie je hier allemaal getallen staan. Nou, die getallen. Die slaan dan op de getallen die je hier ziet. Of op uh, getallen die je zelf kan combineren. Je kan bijvoorbeeld je poppetje. Uh, die ziet dan bijvoorbeeld een, uh, een slot. En die heeft een kaart met een sleutel gevonden. Want je hebt ook nog een. Oh, 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 oh dit gaat helemaal niet goed. Er gebeurt hier van alles net buiten beeld. Um, even kijken. Ja, je hebt levens ook nog. Dat is niet zo verschrikkelijk bijzonder. Dat is voor je punten. Maar je hebt hier allemaal gebeurteniskaarten. En die gebeurteniskaarten die krijg je door acties te ondernemen. En dan. Praat je met iemand en dan zegt het verhaal van, nou je hebt dit en dit gezien en je vond in een, in een gat in de grond, vond je een sleutel. Nou dan pak je de sleutel en die sleutel heeft bijvoorbeeld een bepaalde kleur of een bepaalde eigenschap en die kan je dan weer gebruiken op bijvoorbeeld het slot dat je hier ziet. En dan moet je het getal van de sleutel combineren met dit en dan krijg je een verhaaltje wat erbij hoort. En dan moet je dat getal opzoeken in, in dit boek en dan zie je dus of, um, of het klopt. Nou ik zal alleen even het introductiegedeelte van A. Voorlezen, want dan uh, dat mag. Want die, ze doen heel veel moeite om niets, niets te verklappen. Dat ga ik nu dus ook, ook niet doen. Ik ga niks verklappen van het verhaal. Het verhaal hiervan is trouwens wel echt leuk. Je wordt er echt in meegetrokken. Het is ook echt een belangrijk gedeelte ervan. En uh, nou als je kijkt. Dit, is, uh, dit zijn allemaal korte zinnetjes die je dan bijvoorbeeld moet lezen. Dus het is niet heel veel tekst die je leest. Het is gewoon elke keer gebeurt er iets van. Je drukt op een knop. Wat gebeurt er als je op die knop drukt? Je kijkt naar dit skelet. Wat gebeurt er dan? Nou, de beschrijving is als volgt voor deze eerste kamer: Als je in de cel rondkijkt, valt de massieve vergrendelde houten deur je direct op. Kijk de massieve vergrendelde houten deur. Er zijn wat krassen op te zien. 201. Voor de deur bevindt zich een rooster in de vloer. Uh, 401. En uh, op de Brits het bed uh, zie je een kist 701. En onder de Brits zou je iets in het donker verborgen kunnen zijn 601. Uit de muur voor je steekt een vastgeketend skelet 301. Door een getralied raam schijnt maanlicht de cel binnen 801. Nou, en dan wat je dan doet, dan ben je aan de beurt en dan zeg je, um, oké, okay, ik ga het skelet onderzoeken. Nou, dan zet je je poppetje ernaast en dan ga je 301 zoek je dan op. In het boekje. En dan is jouw beurt voorbij. Nou, dan is de volgende persoon aan de beurt. En zo ga je dus elke keer om en om. Speel je, neem je een, uh, doe je iets. Het leuke is, dit, er komen steeds meer kaarten bij. Kijk, er zijn hier allemaal uh, kamerkaarten. Zo. En daarvoor ga ik nu weer even uitzoomen. En die kamerkaarten. Bijvoorbeeld na, naast kamer A komt uh, ook weer een kaart te leggen. Nou, ik leg even gewoon voor het gemak B ernaast. En zo, uh, dan leg je hem niet zo neer natuurlijk, maar andersom. En dan, uh, dat, dat hou ik nog even gewoon verborgen. Dat mogen jullie zelf uitvinden. En zo ga je dus een heel uh, patroon van kamers leg je uit. Dat staat vast, dat patroon. Maar je moet ze dus uh, zelf zien te ontdekken van waar en hoe je er moet komen. En zo. Dat is een beetje de puzzel. Je bent ongeveer 90 minuten per verhaal, per hoofdstuk bezig. Er zitten drie hoofdstukken in dit verhaal. Dus je bent wel 4,5 uur eraan kwijt. Wij waren ook ongeveer 90 minuten bezig. De puzzels zijn niet... Super ingewikkeld. Maar het is wel grappig van wat combineer ik met wat. Dan doe ik het in de uh, juiste volgorde. Je hebt levens. En hoe meer levens je overhoudt aan het einde van elke ronde, hoe meer punten je scoort. Je kan niet dood, je kan alleen minder punten scoren. Dus dat is uh, op zich heel grappig. Dus op deze manier leg je elke keer wat dingen uit. En als ik hier sta. En de andere speler staat bijvoorbeeld hier. En deze speler heeft dan bijvoorbeeld een voorwerp, de sleutel. En hier heb ik bijvoorbeeld een slot. Dan kan ik even naar die persoon toe rennen en zeggen... Hé, hey, mag ik jouw sleutel lenen om een slot te openen? Dan zegt hij ja hoor, geen probleem. Dan geeft hij de sleutel. Die krijg je dan van die persoon. Dus je kan gewoon... Je mag in elke kamer, mag je gewoon iets gaan proberen. Je hebt gewoon een hele grote kaart op een gegeven moment voor je liggen. En dan kan je die dingen proberen. Net als in een computerspel krijg je bijvoorbeeld, oh ik heb hier een flesje en ik heb hier een glas. Wat gebeurt er als ik het flesje met het glas combineer? Nou, dan schenk je het flesje bijvoorbeeld leeg in het glas en dan krijg je een nieuwe kaart. Of um, ik heb hier een stok en ik heb hier een bal. Wat gebeurt er als ik de stok met de bal combineer? Nou ja, dan sla je misschien tegen de bal aan. Er zijn altijd, in een computerspel is het makkelijk en hier hebben ze dat hele uh, boek moeten uitwerken van alle mogelijke uitkomsten die er zijn. En nou, de dingen die je moet weten is, je kan het spel opslaan, om het zo te zeggen, tussen aanhalingstekens. Want je moet dan gewoon opschrijven hoe de situatie erbij ligt... en je moet je kaart op een bepaalde manier opslaan. En dan kan je het ook later weer uh, doorspelen. Het is alleen wel zo, als je het over meerdere sessies zou spelen... dan raad ik je wel aan om alles op te schrijven, de dingen die je vindt. Want soms vind je bijvoorbeeld een beschrijving van uh, iemand die je tegenkomt. En dan is het wel handig als je weet wat die beschrijving ook alweer was. Want die beschrijving staat op een kaart die je misschien weg, te, weg hebt moeten leggen. Dus dat is dan wel een advies. Um, ik zou het, het nadeel daarvan vind ik dus ook. Ja, is het een nadeel? Ik heb wel dat toen ik begon met spelen, de eerste dag, hebben wij meteen twee hoofdstukken gedaan. Dus we hebben meteen drie uur achter elkaar gespeeld. Zijn toen naar bed gegaan en de volgende ochtend zijn we meteen verder gegaan. Dus we hebben eigenlijk vier en een half uur bijna achter elkaar dit uh, spel gespeeld. Um, wat ook super vet is, er zijn verschillende einde's van het spel. Je krijgt dus niet altijd hetzelfde einde. Um, is het vaker te spelen, ja en nee, een beetje wel, maar het is wel misschien leuk om met verschillende groepen dit te spelen en dat je dan elke keer een beetje je mond houdt van, uh, nou, dan ga ik bijvoorbeeld misschien niet dat doen waar en dan, zeg ik, en dan zeg je dat gewoon niet en dan kijk je gewoon hoe die andere spelers het doen. En het is dus, ja, het is een beetje wel vaker te spelen, een beetje niet vaker te spelen. Je kan absoluut vals spelen door gewoon alle combinaties door te nemen. Maar het is wel leuk. Het is echt een grappig geschreven verhaal. Je voelt ook echt uh, uh, je voelt mee met de karakters. Je, je hebt ook het gevoel dat de keuzes die je maakt uh, belangrijk zijn. En soms is het ook echt moeilijk om een keuze te maken. Denk je van, nou, doe, kies ik A of kies ik B. En dan, nou ja, je, dat weet je, je raakt emotioneel verbonden uh, met de personages, met de personen die in dit spel die je tegenkomt en waar je mee samenspeelt. Dus dat is, uh, ik vond het super leuk. Het spel heette dus uh, Adventure Games. Ik, het, ik vond het niet moeilijk. Weet je. Het was gewoon een leuk, uh, leuk iets. Je gaat het verhaal door. Je speelt het. Ik ga absoluut die andere versies hebben. Er is hier nog eentje van. Volgens mij. Uh, een of aan, die is heel luguber trouwens. Deze is vanaf 12 jaar. En die andere versie die, uh, had de waarschuwde. De, de verkoper van, uh, van de winkel waar wij al onze dingen kopen. Die waarschuwde ons omdat die andere niet geschikt was voor, voor jongere spelers. Omdat er met allemaal lichamen en zo. Nou ja, ik weet het niet. Die hebben we nog niet gespeeld. Die hebben we ook nog niet. Die gaat er wel aankomen. Maar deze Adventure Games, ontdek het verhaal Het Gevang, is dus echt gewoon een. Uh, ja, create your own story-achtig iets, maar niet helemaal. Het is niet zo dat je in het boek leest. En dan moet je, zeg maar, kiezen in het boek van. Nou, ik ga nu naar bladzijde 15 of naar bladzijde 35. Nee, je, je ziet hier dingen. En die combinaties die je maakt, die. Uh, ja, die krijg je te zien. Dus weet je wat? Ik zal 201 zal ik even voorlezen. 201. Dan gaan we weer even inzoomen. 201 is de deur die we hier zien. Die kan ik wel voorlezen zonder dat, er, uh, iets, uh, zonder dat ik iets aan het verraden ben. En even kijken. Dat is... Nou, 101 doen we. Die is nog iets, uh, iets simpeler. Nou, dan gaan we hier 101 uh, zoeken in het uh, boekje. Weet je, je ziet hier allemaal die getallen. En... Zo. En 101 zegt... Het ijzeren deurslot opent zich alleen met de juiste sleutel. Kijk, dat staat hier. Dus uh, en de, bij 100, dat is het begin, dat is het beginverhaal dat je Oh, die kan ik ook voorlezen trouwens. Zo begint het verhaal. Je schrikt wakker uit een onrustige slaap en kijkt met wijd opengesperde ogen in het donker. Je hebt nog steeds kippenvel over je hele lijf. Liep je niet net door een met fakkels verlichte ommuurde gang en dan een geluid. Of was het toch een schreeuw? Daarvan ben je wakker geworden. Nu is alles stil. Bijna want je hoort iets. Te zwak om het thuis te brengen. En toch luid genoeg om je te verontrusten. Hoe ben ik hier eigenlijk terecht gekomen? vraag je je af. Bij een poging om je dat te herinneren. doen je slapen pijn. en je besluit eerst maar eens te kijken waar je bent. Nou, zo gaat het dus verder. de beschrijving van de situatie. En zo begint het verhaal. En. Ik kan hem absoluut aanraden. Uh, als je met z'n vieren bent, dan heb je dus vier uh, spelers waar je uit kan kiezen. Met ieder hun eigen uh, voordelen. En als je met z'n tweeën bent, nou ja, dan heb je gewoon maar eentje. En dat is uh, op zich helemaal geen probleem. Juviani en ik speelden het samen en dat ging uh, hartstikke goed. We hebben het echt heel erg leuk gehad. En uh, wij kunnen het dus uh, echt aanraden. En ja, dat was eigenlijk uh, mijn uh, review van het gevang. De tekeningen zien er trouwens ook leuk uit. Ja, leuk uit. We zien er zijn ook mooie uit. Het, het, uh, het enige nadeel is wat, ik, wat, wat we tegenkwamen is dat je wel echt een grote tafel hebt om die hele kaart uit te leggen. Het eerste hoofdstuk heb je nog niet zoveel nodig, maar aan het einde van hoofdstuk 3 heb je wel een tafel nodig van ongeveer een meter breed die helemaal leeg is, plus nog een uh, halve meter of zo'n 60 centimeter de diepte in, om het zo te zeggen. En dat is dus. Je hebt dus wel even wat, wat, wat tafeloppervlak nodig. En dan heb je ook nog wat ruimte nodig om je eigen kaarten en de spullen die je hebt verzameld neer te leggen. Dus een grote uh, lege eettafel of ander soort tafel is wel aan te raden. Je kan het niet op een klein gebied spelen. Dat is het enige waar je echt rekening mee moet houden. Voor de rest is uh, Adventure Games, uh, het ontdek het verhaal. Het gevangen. Het, uh, het uh, is, is onwijs leuk. Het is echt leuk zou spelen de handleiding zoals ik zeg nou ja, wat je moet doen is wat, wat ik je verteld hebt dit is echt heel uh, je kan er heel kort doorheen en uh, het is uh, ik vind het aanrader dus tot de volgende keer en uh, er gaan steeds meer bordspellen komen op mijn kanaal dus als je die leuk vindt hou het dan absoluut in de gaten en uh, tot de volgende keer doei doei